137. Goed begin van de man uit Purmerend. Die dit toernooi inging met redelijk wat zelfvertrouwen. Hij heeft anderhalf jaar toch wel wat moeite gehad, wat fysieke ongemakken gekend. Maar in 2014 gaat het voorlopig goed met Van der Voort. Hij staat lekker te spelen. Zelfvertrouwen is groot. En dus keek hij echt uit naar de UK Open. Darren Webster werd gisteren dus verslagen in de derde ronde. En het is voor Van der Voort al de achtste keer dat hij meedoet aan de UK Open. En in de eerste leg gaat het voorlopig de richting van Van der Voort op. Na 9 darts op 84. Dan mag hij aan beginnen. Triple 16, niet gegooid. Maar hij laat keurig tops over. En kist niet op een finish, dus geen gevaar. En tops wordt ook gevonden. En zo is de eerste leg in 14 darts voor Van der Voort. En dan het verhaal van Christian Kist natuurlijk. Wat een interessant verhaal is. De man uit Vroomshoop ging in 2011 naar Engeland toe om daar het kwalificatietoernooi te spelen voor Lakeside. Dat kwam hij door. Hij plaatste zich voor Lakeside. Januari 2012 maakte hij daar zijn opwachting. En tot ieders verbazing, ook wel een beetje van zichzelf, ging hij weg uit Frimley Green als BDO wereldkampioen. Hij versloeg Tony O'Shea in de finale. Was ineens wereldkampioen. Hij heeft de volgende twee jaar ook nog daar gespeeld. Maar hij heeft in januari toch de overstap gemaakt richting de PDC. Q-School gespeeld. En is Q-School doorgekomen. Terwijl we even onderin zien dat Mernon een lekje heeft gepakt van Van Barneveld. Maar dat geeft wij weinig reden tot paniek voorlopig. En tot nu toe doet hij het goed bij de PDC-kist. Je moet natuurlijk even wennen aan alle omstandigheden, aan het spelformat, aan de tegenstand natuurlijk. Maar hij heeft zich toch keurig geplaatst voor deze UK Open. 74 voor Kist. Begint met een triple 14, dubbel 16 blijft over. En die gaat er ook vlotjes in. En zo zijn de heren weer in balans. Allebei een leg, allebei een 14 darts. Het is gelijk. 134. 16. 100. Het is Kist die nu langzaam maar zeker het initiatief pakt in de leg die Van der Voort is begonnen. 167. Triple 20 is goed. Triple 19. Die zit er toch wel een stukje vandaan. Maar die laatste zit weer wel goed. En zo komt Van der Voort in de problemen voor de eerste keer in de wedstrijd. En 161 gooit hij niet uit. En dat betekent dat Christian Kist terugkomt. 12 en dubbel 16. Maar de dubbel 16 niet gevonden. En dus komt Van der Voort ermee weg.
op dit moment in ieder geval. Triple 10 en dubbel 16 voor de lange man uit Noord-Holland. Dubbel 9 blijft over. Maar dubbel 9 wordt er niet afgegooid. En dan krijgt Kees drie darts in de handen voor dubbel 16. Dat mag dan geen probleem zijn en dat is ook geen probleem. En zo is het Kist die als eerste een break plaatst. De eerste 180 van de wedstrijd. Gegooid door Christian Kist in de leg die hij zelf begonnen was. Had hem nodig ook, maar Van der Voort zit er wel weer dicht achteraan. Nou ja, Kist, kijk eens aan. Zo zien we niet één keer 180 en zo zien we er twee op rij. In de leg die hij zelf begonnen is. 100. Christian, you require 20. Nu naar dubbel 10. 10. En de dubbel 10 erin. En zo houdt Christian Kist de break voorsprong. En blijft de marge dus tussen de 2 en de 1 schommelen. Ja, daar zal Van der Voort toch even het idee hebben gehad. Hier kan ik wat mee. Ja, twee keer 180 op rij. Daar kun je weinig gaan doen. 29. Profiteert niet van dat foutje van der Voort overigens, Kist. En Van der Voort maakt het foutje heel snel weer goed. Zijn eerste 180. 100. Keurig op een rijtje. Ja, in 2007 bij zijn debuut hadden Vincent van der Voort hier de finale won toen van John Kuczynski, Alex Roy, Richie Burnett, Terry Jenkins en Colin Osborne. Om vervolgens in de finale te verliezen van Raymond van Barneveld. Een jaar later deed Van der Voort het overigens weer goed hoor. Toen haalde hij de halve finale. Na overwinningen op Lloyd, Osborne, Klaassen en Thompson. Verloor toen in de kwartfinale wel heel ruim van James Wade. Vanaf 2008 is het een stuk minder geweest met Van der Voort op de UK Open. Geen liefde meer. 57. Niet meer voorbij deze vierde ronde gekomen. Kist naar triple 19. Kist naar bolzaai. 167. Christian Kist op het ijzerdraad. Maar wel aan de verkeerde kant. Van der Voort. Zijn hart zal even overgeslagen hebben bij het kijken naar die bolzaai. Nu naar dubbel 8. Naar dubbel 4. Oh, dat is een mooie finish van Vincent van der Voort. Onder druk. Die 76 uitgegooid. Ja, dat zijn de finishes. Nee, daar moet je geen nee over schudden. Dan moet je tevreden mee zijn. 57. En meteen zit hij er weer in. Vincent van der Voort. Zijn tweede 180. De beide mannen gaan de triples makkelijker raken. 57. Hij heeft het initiatief wel te pakken in de leg van Kist. Vincent van der Voort. Omdat Kist met die eerste pijl er nu een paar keer onder zit. Dan moet hij switchen. En die switches pakken niet altijd even goed uit. En hij komt beter in het ritme. Kijk, hop, hop, hop. Ja, dit weten we van der Voort. Ja, die laatste pijl is dan niet goed. Nou, dat vergeven we hem.
Een kist weer eronder met die eerste twee pijlen. Ja, Van der Voort heeft 6 pijlen om de break goed te maken. En dat mag geen probleem zijn, zo zeker niet. Als die eerste triple erin zit, dan laat hij 109 totaal op het bord schrijven en blijft er 32 over. 115, Vincent Iroquois 32. Voor 5-5 en totale balans na 10 legs. Van der Voort naar dubbel 16. Nog eentje over. En die gaat erin. En zo zijn de twee Nederlanders in balans na 10 legs. 5-5. De druk wordt steeds groter natuurlijk. 134. Dit is een bonusleg voor Van der Voort. Hij hoeft hem niet te winnen. Kan hem dus vrij gooien. 47. Iedere leg zit dicht bij elkaar zo'n beetje in deze partij. 85. En ook de 14e leg is erop geen uitzondering. Kist op 155. Van der Voort, ja, als hij hier 140 kan gooien, dan zou hij de neus ervoor zetten. Maar het is weer 100 en dus zitten ze weer naast elkaar. Niet tevreden, Christian Kist met die enkele 5. Toch nog een triple met de laatste pijl. Weer zo'n finish. Rond de 70 voor Kist. Wat laat Van der Voort over? Laat hij nog wat over? Hij gaat naar dubbel 12 voor een 144 en gooit de 144 uit. Vincent Van der Voort neemt hier een voorsprong op de overwinning. Prachtige 144 finish van de nummer 30 van de wereld. En daarmee slaat hij in principe Christian Kist knock-out. Van der Voort heeft de darts in de 15e leg. En hij heeft zijn eigen leg al een tijdje niet meer afgegeven. Had het moeilijk in het begin van de wedstrijd, Van der Voort. Maar het geloof in de goede vorm, de vorm die er eigenlijk al het hele jaar is, brengt hem, want al zo leg ik het allemaal uit, met name rust. Rust dat het goed komt in zo'n wedstrijd ook. En het komt dus goed. 45. En Kist voelt dat het uit de handen glipt. Hij had de voorsprong. 5-3 stond hij voor Christian Kist. Toen kreeg hij 1 pijl op bullseye in de 9e leg. Als hij die had gegooid, dan zou hij hier van het podium zijn gestapt als winnaar, denk ik. Maar de bullseye ging er net naast. Van der Voort gooide uit en brak hem meteen terug. Nou, je kunt nooit een wereldkampioen onderschatten. En dat is Christian Kist. Dat is hij voor het leven. 57. Als de nood het hoogst is, kunnen zij altijd iets extra's. En ook Kist op het juiste moment lijkt dat te kunnen. 180 en 140. Ja, dit is voor de wedstrijd, Vincent van der Voort. 144 in de vorige leg. Nee, geen 150 erachteraan. En dus krijgt Kist nog één keer de kans om in de wedstrijd te blijven. Triple 19, niet gegooid. 16 dan voor Tops. Tops voor Kist. Maar Tops wordt weer niet geraakt. Nee, die finishes met 1 bal op de dubbel raakt Kist te weinig in deze partij. Van der Voort gaat naar beneden. Nu naar de 18 en dan naar dubbel 16 toe. 1 pijl voor de wedstrijd. Vincent van der Voort. Met de eerste pijl is niet goed voor een plek bij de laatste 16. Kist naar dubbel 5.
En Kist gooit de dubbel 5. En dan duurt het in de wedstrijd heel lang voordat Kist van der Voort kan breken. Maar doet hij dat dus wel in de 15e leg. Nou, die laatste pijl van Kist ging echt wel richting de triple 20, maar in de melee van flights en shafts schoot hij de 5 in. Dan gaan we dan toch richting een 17e en beslissende leg. Het leek er niet op. Van der Voort leek de touwtjes stevig in handen te hebben. Maar die 180 en 140 van Kist in de 15e leg op rij, dat gaf Kist de voorsprong in die heel belangrijke leg voor hem. En nu heeft hij het initiatief. Ja, het initiatief hebben is 1, het initiatief benutten is 2, 58. Wil je dan liever niet? 160. Komt er nu wel op aan voor beide mannen. Wie kan het verschil maken? Kist even niet hoor. 2 beurten op rij zonder trippels. Van der Voort. Ja, dit is zo'n beetje zijn favoriete finish zou je zeggen. 144. Gooit hem niet uit. Maar zet hem prachtig weg. En dus Kist weer met de rug tegen de muur. Triple 20. Ja, tops. Nee, niet met de eerste. En ook niet met de tweede. Het is zijn favoriete dubbel die hem in de steek heeft gelaten deze partij. De dubbel 20. En dus gaat Van der Voort staan voor dubbel 8. Voor dubbel 4. Voor dubbel 2. Oh, Vincent van der Voort. Dat zijn 4 matchdarts nu inmiddels gemist. En dus overleeft Christian Kist andermaal. En die gooit dan toch maar die dubbel 10. En dan gebeurt waar we in deze partij heel lang rekening mee hielden. Toch, we gaan die 17e en beslissende leg spelen. En hoe rustig blijft Van der Voort nu? Met in zijn achterhoofd 4 gemiste matchdarts. Het begin van Van der Voort is beter dan dat van Kist. Weet wat hij moet doen, Van der Voort. Gewoon 5 beurten met een triple gooien. 140. Dan kan je hem in principe niet verliezen. 140. Maar dit is knap hoor, ook van Christian Kist. Ja, je moet het hem toch nageven. Op dit moment een 180 is heel erg knap. 121. Ja, ook dit is weer prima. Het zijn 2 Nederlanders die we dit jaar ongetwijfeld nog vaker gaan zien. En zo sluiten er dus nieuwe gezichten en oude gezichten aan bij Van Barneveld en Van Gerwen. En dat is goed te zien. Van der Voort, 147. Dat gaat niet uit. Maar hij zal tevreden moeten zijn met wat hij overlaat. Dat is 50. Kist gaat ook voor de wedstrijd gooien nu. Triple 20 heeft hij nodig om naar Bullseye te mogen. Bullseye. Christian Kist. Hij dan toch? Nee, hij ook niet. Oi, 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 oi. Van der Voort. 18-16. Matchdart nummer 5. Hij neemt heel even de tijd. Kijk naar de dubbel 16. Kijk nu naar de dubbel 8. En hij mist daar weer 2. En dat zijn nu al 6 matchdarts die Van der Voort heeft gemist. En daar kom je normaal gesproken niet mee weg natuurlijk. Tegen een wereldkampioen. Die gaat naar dubbel 12.
En die gooit de dubbel 12 wel. Ja, het is een beetje zuur voor Vincent van der Voort. Die de wedstrijd in handen leek te hebben na die 144 finish.